Ik ben vandaag in Aarlanderveen, een prachtige plek vlakbij Alphen aan de Rijn. En ik heb afgesproken met mijn collega Joël Grotendorst. Hij werkt als molenaar bij Rijnland en hij gaat me er alles over vertellen. Ga je mee? Hoi Christel. Hoi, wat leuk dat ik een echte molenaar mag ontmoeten. Welkom, welkom op de molenviergang. Wat leuk dat je als molenaar werkt en dat op zo'n jonge leeftijd. Ja, bloed kruipt waar het niet gaan kan. Mijn opa was een molenaar en ja, dat is één generatie overgeslagen. En ik ben toch weer besmet met dat virus. Dus ik was op jonge leeftijd was ik al molenaar. Dus ik was al een jaar of 12, 13 toen ik bij mijn opa meeging. En het leerde hoe ik een zak tarwe tot graan tot meel kon halen. Nou ja, en toen ben ik op een gegeven moment de opleiding gaan volgen. Vrijwillig molenaar. En toen kwam van het een kwam het ander. En wat werk en woon je op een prachtige plek? Ja, dit is zeker een mooie plek. Dit is de enige plek in heel de wereld waar de molens nog een functie hebben als molenviergang en de polder, waterhuishouding, op peil houden. Of deze polder wordt alleen nog door de wind leeg gaan halen. Dus eigenlijk heel duurzaam. En daar komen vier molenaars komen daar aan de pas. Vier molenaars werken hier nauw samen. Om ervoor te zorgen dat de polder op peil blijft. Je hebt het over malen. Wat is dat eigenlijk en waarom is dat nodig? Nou, malen is eigenlijk de molen in werking zetten en zodat hij doet wat hij voor bedoeld is. En in dit geval maalt de molen water weg. Je zit hier binnen een opvoerwerktuig, scheprad en net als de andere drie. En wij malen hier het water weg zodat de polder op peil blijft en zodat mensen eigenlijk droge voeten houden. Joël, dus ik neem aan dat je ook het weer heel goed in de gaten houdt. Ja, ik houd het weer heel erg goed in de gaten. Het weer is iets waar de molenaar mee leeft. En je moet het weer kunnen begrijpen, zodat je weet wat je moet doen in bepaalde situaties met het weer. Want de wind kan omgaan, de wind kan toenemen, de wind kan afnemen. En daar moet je als molenaar op reageren. Om het maximale uit de molen te halen. Het maximale rendement. Daar gebruik je zeker geen app voor. Nee, daar gebruik ik geen app voor, nee. Tuurlijk kijk ik wel eens het weerbericht van wat ze voorspellen. Maar ik kijk eigenlijk gewoon altijd naar buiten. Dat is gewoon, dat is iets van het ambacht. Je moet gewoon de lucht leren lezen. En dat is gewoon een kwestie van ervaring. Dat is gewoon door jaren te doen en oefenen. En op een gegeven moment ga je daar dingen in leren zien, zodat je weet wat je moet doen als molenaar. Je hebt het over vier molens. Waarom staan hier eigenlijk vier molens? Is één molen niet genoeg? Nou, één molen is wel genoeg. Alleen, dit is een droogmakerij, zoals we dat noemen. Dus hier is eind 1700 is het hier allemaal afgegraven. Toen is deze molen gebouwd en de tweede is water weggemalen en toen de derde. Totdat het uiteindelijk droog werd. Daar komt de naam droogmakerij vandaan. Als er nou geen wind staat, lopen we dan niet het risico dat de polder onder water loopt? Nou, als er geen wind staat, meestal is er binnen 1, 2, 3 dagen wel weer wind. En mocht het niet het geval zijn, hebben we weer een noodgemaaltje en die springt dan bij. Zodat we toch de polder enigszins op peil kunnen houden. Dus ja, we zijn niet helemaal windafhankelijk, maar goed, ja, zonder die elektrische gemaaltjes kan het nou eenmaal niet meer vandaag de dag. Ik kan me voorstellen, net als op zo'n dag als vandaag, dat je eigenlijk continu 24 uur per dag het weer in de gaten aan het houden bent of altijd alert bent. Is dat zo? Ja, nou ja, als molenaar, je bent eigenlijk altijd bezig met weer. En dit is gewoon, ja, het is een baan, maar eigenlijk is het gewoon een manier van leven. Je leeft met de molen. Ik bedoel, ja, je staat ermee op, je gaat ermee naar bed. Het is gewoon, net wanneer het nodig is, dan ben je er voor de molen. Dus het is echt een manier van leven. Ja. Wel, jij gaat nu zeilen eraf halen. Ja. Wat zou er gebeuren als je dat niet zou doen? Als je dat niet zou doen, dan ben je te laat, zoals we de molenaarswereld zeggen. En dan, of je krijgt het niet meer stil, of je krijgt hem stil en heb je kans dat je schade hebt. Omdat het gewoon binnen heel warm wordt, die remvoering wordt heet. En dat is gewoon, dan krijg je eigenlijk schade wat je niet wil hebben. Dus je moet zorgen dat je dat voorkomt. Joël, heel erg bedankt voor je uitleg. En ik vond het hartstikke leuk dat ik een keertje een kijkje mag komen nemen. Dank je wel. Ja, hey, graag gedaan. En wie weet, tot de volgende keer. Zeker weten.
nooit geweten dat deze molens op zo'n unieke manier een bijdrage leveren aan droge voeten. En dat in Rijnlands gebied. Weer wat geleerd.